Hoi, ik ben Martijn en neem jullie mee met het broedseizoen van de scholdekster op Schiermonnikoog. U krijgt het hele verhaal mee, van het opbouwen van de hutten om te observeren tot het ringen van de kuikens. Althans, als er kuikens overleven in een periode vol gevaar. Meeuwen, kraaien en andere roofdieren liggen op de loer en hebben het nog niet over mogelijke overstromingen. Kijk en leef mee met de scholdeksters. In de vorige aflevering heb ik jullie het eerste kuiken laten zien. Ondertussen liggen er overal nog veel meer nesten met eieren in de ontwikkeling tot kuiken. Op sommige van die nesten broeden ouders die nog geen ringcombinatie hebben, een deel van een ringcombinatie zijn verloren, of een ringcombinatie hebben die algemeen is voor Nederland, maar niet voor ons onderzoeksgebied. Wij proberen deze vogels te vangen om ze te voorzien van de juiste ringen. Dit doen we op het nest. Er is een periode in de eiontwikkeling waarbij het geen kwaad kan dat ze even onbebroed zijn, maar dat de ouder wel heel graag wil broeden. Dat is het moment waarop wij ze proberen te vangen. Dit doen we met een klapkooi. We halen de echte eieren even weg, zodat ze niet kunnen beschadigen. We plaatsen nep-eieren, zodat de vogel toch wil gaan broeden. Vervolgens plaatsen we een kooi over het nest. Er wordt een touwtje gespannen over het nest die vastzit aan de achterkant van de kooi en aan een stokje. Hier komt een ander stokje bovenop te staan en de kooi staat nu deels open. En aangezien de scholdekster erg graag wil broeden, zal hij hier onderdoor willen kruipen en op zijn nest willen gaan broeden. Hij zal daarmee het gespannen touwtje aantikken en de kooi zal dichtklappen. En zo hebben wij de scholdekster gevangen. We stoppen hem in een zakje zodat hij wat rustiger wordt en niet kan ontsnappen. En vervolgens brengen we hem naar de locatie waar we hem kunnen opmeten. Vervolgens worden er allerlei metingen gedaan aan het beest. We controleren de eventuele ringgegevens. We meten de vleugel. De lengte van de tarsus tot en met teen, ook wel tatoe genoemd. De kop-snavellengte. De snavellengte. De snavelpuntvorm wordt bepaald. Dit varieert van punt tot beitelvorm of een middelvorm. En dit zegt iets over zijn voedselvoorkeur. De sternum, ook wel het borstbeen. De punthoogte. De puntbreedte. De snavelhoogte. En vervolgens kijken we nog naar de oogkleur, pootkleur, keelband en de rugkleur. Allemaal gegevens die iets zeggen over de conditie en leeftijd van de vogel. Eerst krijgt de scholdekster de juiste ringcombinatie. En dat gebeurt in dit geval door mijn collega Kees. Vervolgens wordt er nog bloed geprikt voor DNA-onderzoek. Aangezien het verschil tussen man en vrouw van de scholdekster moeilijk te bepalen is, wordt dit gedaan aan de hand van het DNA. Dus nu hebben we van een nest de ouders ook weer duidelijk herkenbaar. Hopelijk komen de eieren uit en overleven de kuikens het, zodat we die ook weer kunnen vangen en herkenbaar kunnen maken. Wie weet zien we ze wel terug over een paar jaar als ouder van een nieuw nest.